Een goede middag, broeders en zusters. Het is een voorrecht om hier te mogen zijn en u te mogen onderwijzen in het woord van God. En als u uw Bijbel bij u heeft, dan zou ik graag met u Efeze hoofdstuk 2 willen openslaan. Efeze hoofdstuk 2. En om een klein beetje context te geven, dan moeten we toch even een bladzijde teruggaan of misschien wel een paar versen teruggaan om naar Efeze 1 vers 20 te gaan. En daarin staat dat God zijn alles overtreffende kracht van God heeft laten zien. En als we het hebben over Gods alles overtreffende kracht, dan is dat de grootste kracht die God maar kan doen. Zelfs God is daaraan. Lijkt het gelimiteerd. Er is niets groters dan dat. En de alles overtreffende kracht van God komt tot uiting als God, de Christus, die hij vanuit het Oude Testament laat zien, waar we in principe al duizenden jaren op hebben gewacht en waar er constant een klein puzzelstukje extra in die puzzel wordt gelegd, totdat de climax komt, Christus, de Zoon van God, die mens is geworden en uiteindelijk gaat sterven op dat kruis van Golgotha voor de zonde van de mensen. En uiteindelijk sterft die alles overtreffende kracht, wordt dan getoond als God zijn Zoon uit de dood opwekt. En meer nog, die alles overtreffende kracht van God houdt daar niet op. Hij wekt hem niet alleen maar op uit de dood, maar hij plaatst Christus ook aan de rechterhand van de Vader. Gezeten op de troon. En als je een christen bent, dan is het belangrijk dat je deze twee heilsfeiten echt goed begrijpt, maar ook gelooft. Als jij eigenlijk niet gelooft dat Christus uit de doden is opgewekt, dan ben je geen christen. Paulus zegt het ook in 1 Korinthe 15 vers 17. Als Christus niet uit de doden is opgewekt, dan bent u nog in uw zonde. Maar ook de verheerlijking van Christus om hem naast God de Vader te plaatsen, dat is een belangrijk heilsfeit. En dat kun je eigenlijk al lezen in Psalm 110 vers 1. U hoeft het niet op te slaan. Ik zal het voor u voorlezen. De Heere heeft tot mij, Heere, gesproken. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetenbankje voor uw voeten. En als we Psalm 110 vers 1 lezen, dan moeten we ook zeggen dat Psalm 110 vers 1 de meest gequote psalmtekst is in het Nieuwe Testament. Hij wordt 9 keer gequote. Meerdere keren door de Heer Jezus, voor het Sanhedrin, als men discussieert, hoe zal de Messias eruit zien, wat is zijn karakter, dat Christus dan zegt, Heere, zeg tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Dat betekent dat de Messias God moet zijn. En de apostelen bewijzen daarmee constant dat die Christus die uit de doden is opgewekt, nu zit aan de rechterhand van de Vader. Je moet geloven. Je moet. Je kan niet anders. Als deze heilsfeiten waar zijn, dan zit er maar één ding op en jezelf volkomen overgeven aan deze zaligmaker. Dat is hoofdstuk 1. En als we dit nu begrijpen, dan kunnen we langzaam naar hoofdstuk 2 gaan. En als u uw Bijbel bij u heeft, dan zullen we 10 versen lezen vanuit hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden.
in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover het schriftgedeelte. En de titel van deze preek is: niet dood, maar levend in Christus. Niet dood, maar levend in Christus. En ik hoop met u snel over drie zaken na te denken. De eerste punt of de eerste zaak is geestelijk dood door de wereld, de Satan en het vlees. De versen 1 tot 3. Geestelijk dood door de wereld, de Satan en het vlees. En de tweede gedachte is het nieuwe leven. Vers 4 tot en met 7. Het nieuwe leven. En de derde en laatste gedachte: de oorsprong van de redding van genade door het geloof. De oorsprong van de redding van genade door het geloof. De versen 8 tot 10. Nou, laten we beginnen. Het eerste punt: dood door de wereld, de Satan en het vlees. En dan moet ik gelijk vertellen dat vorige week zaterdag, toen ik wat commentaren ging lezen over deze tekst, dat ik naar Zuidplein ben gegaan en ik ging daar zitten. Ik heb een vriend, hij is manager van een restaurantketen, dus ik mocht daar iets eten, weet je wel, een boekje lezen. En ja, volgende keer bent u welkom, broer. Ja. Maar ik was klaar en ik ging naar mijn voertuig, ik ging naar beneden bij Zuidplein en ik kwam iemand tegen en die zei tegen mij, een jonge dame was het nog, ik schat haar een jaar of 30, misschien 32, en ze zei: ik ben helemaal los. Ik ben helemaal los, ik heb vandaag nog niet geslapen, ik heb honger. En ze zag er niet uit, weet je wel, haren vettig, wonden aan de handen. Ze zag haar niet uit. Nou, ik draaide me om, ik zag daar een Vietnamese restaurant. Ik zeg: ja, ik heb geen geld voor je, maar tegenwoordig hebben we allemaal plastic, maar jij mag wel eten. Dus ik ging naar het restaurant en ik bestelde lekker bami met kip en een colaatje. En ze begon te eten en ik stelde haar de vraag: maar lieverd, hoe komt het nou dat het zo van je is geworden? Ja, drugsverslaafd, heroïne. Nou, ze zegt: nou, toen ik 14 jaar was, woonde ik in Hongarije. En ik had een vriend. En die vriend, die spoot mij vanaf mijn 14e jaar in met heroïne. En daarna zei hij: hier is het niks, kom, we gaan naar Nederland. En ik ben met hem meegegaan, ik wilde aanvankelijk niet. Mijn moeder was dood, mijn broers had ik al geen contact meer mee. En ik ging naar Nederland en ik kwam in Nederland en toen ben ik in de bars gaan werken. Nou, als een vrouw zegt dat ze in de bars is gaan werken, die er zo uitziet, dan weet je wat het is. En ik vroeg haar: zat je in de prostitutie? Ze zeggen: ja. Ze zeggen: maar na een bepaalde tijd, ja, ik was verslaafd en mijn tanden vielen eruit, ze had geen tanden meer. En ze kwam op straat terecht. En ze zegt: ik heb ook geen paspoort. Ik zeg: ja, hoe kom je dan aan een paspoort? Ja, nou, ik heb 100 euro nodig, maar dan moet ik naar Den Haag, dan moet ik naar het Hongaarse consulaat. Maar als ik 100 euro heb, ja, dan ga ik niet naar het consulaat. Als ik 100 euro heb, dan ren ik gelijk naar de Verboomstraat, want dan kan ik die 100 euro inwisselen voor wat heroïne en crack en dan op.
En terwijl ze aan het eten was, ik heb met haar gebeden. Ze had nog voor het eerst gebeden ook. Ze had nog nooit gebeden. Bijzonder. En ik liep weg. En terwijl ik wegliep, dan biggelden de tranen over mijn wangen en ik kon alleen maar bidden. Maar als Paulus de eerste drie versen van onze tekst praat over de staat van elk mens zonder Christus, dan is dat nog veel erger dan een drugsverslaafde. Paulus begint onze tekst met ook u die dood was in de overtredingen. En als Paulus het over dood heeft, dan gaat het niet om iemand die tussen zes plankjes ligt en onder de grond ligt. Nee, want je leest verder, ze wandelen. Een dooie die wandelt. Nou, dan heb je het ongeveer een beetje over een zombie. En dus het gaat niet om lichamelijk dood, maar het gaat om geestelijk dood. En hij gebruikt hier een metafoor. En het is net ook al gezegd in de dienst en bij het kindermoment, en het gevaar is dat een prediker het niet zo goed kan uitleggen dan het kindermoment. Maar in het kindermoment hebben we geleerd dat we afgesneden zijn van God. En dat bedoelt Paulus ook. We zijn afgesneden van God. En als Paulus dat zegt, dat we dood zijn in de overtredingen, dan bedoelt hij eigenlijk, dan wijst hij terug naar Genesis, waar Adam een positie had waar hij niet hoefde te zondigen. En doordat hij die vrucht at, toen verbrak eigenlijk de vriendschap tussen God en Adam. En toen kwam Adam in een toestand waar hij alleen maar kon zondigen. En omdat wij in de stamboom van Adam zijn, net zoals iemand die verslaafd is aan drugs en een kindje krijgt die ook verslaafd is aan drugs, dan is als het ware die zonde in ons geïnjecteerd. Hoor iemand zeggen, maar er zijn mensen, broeder Jurgen, die ik ken, die niet geloven. Maar als ik zo naar hun leven kijk, dan leven ze heel oprecht. En ze leven soms nog beter dan ik, terwijl ik een christen ben. En als ik naar hun kijk, die zijn helemaal geen christen, maar die leven zo goed. Nou, ik kan daar zelfs niet aan tippen. Hoe zit dat dan? Dan begrijpen we niet echt precies wat zonde is. Want om te zondigen, om niet te zondigen, dat is misschien beter, om niet te zondigen, moet je je in principe aan drie dingen houden. Het eerste is natuurlijk, je moet het juiste doen. Je moet het juiste doen. Ja toch, je moet doen wat er geschreven staat in Gods woord. Logisch toch, de morele wet. Dat is logisch. En ten tweede, je moet niet alleen het juiste doen, maar je moet het ook doen op de juiste manier. Je moet het doen op de juiste manier. En dan heb je mensen die dan zeggen, ja nou, ik doe het goed, hè, en ik doe het ook op de juiste manier. Ik help wel eens een oud vrouwtje oversteken en ik doe het precies goed. Ik laat de auto stoppen en ik doe het goed. Ik doe het op de juiste manier. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Maar er is ook nog een derde punt om niet te zondigen. En dat is, je moet het niet alleen maar juist doen. Je moet het niet alleen maar op de juiste manier doen. Maar je moet het ook nog doen met de juiste hartsgesteldheid. Je moet het doen met de juiste reden. En de enige reden waarmee je het moet doen is ter ere van God. Ja, en daar is het probleem. Want als we eerlijk ten opzichte van onszelf zijn, dan zijn er maar weinig momenten waarbij we ons volledig inzetten voor God en het doen met alles wat in ons zit. De enige die dat echt 100% heeft gedaan, die elke milliseconde van de tijd dat hij hier op aarde leefde, dat heeft gedaan, is de Heer Jezus Christus zelf.
We kunnen ook zeggen, zoals koolmonoxide in onze lucht zit en we die inademen. Ook al is het een paar procent koolmonoxide. Zo is elke daad die wij doen bevrucht met zonde. Daarom moet Christus niet alleen maar sterven voor de zonde die wij kennen en die wij weten en waar we achterkomen. Maar Christus is gestorven voor ons hele leven. Voor elke seconde van je leven moest Christus een perfect leven daartegenover zetten om uiteindelijk ervoor te zorgen dat er een transitie plaatsvond. Hij aan het kruis, terwijl jij dat verdient en jij vrij. Hele leven. Daarom zegt Christus ook duidelijk, je moet je kruis opnemen wanneer je mij volgt. Je moet je leven afleggen. Jouw leven telt niet meer. Maar als we teruggaan naar de tekst, dan zien we eigenlijk in onze tekst dat de mens gevangen is door de zonde. De mens is gevangen. En in principe kan je het ook zo zeggen, de mens kan niet meer naar God komen door drie touwen of drie pythons die om de mens heen zitten. En kinderen, misschien heb je het wel eens gezien op een mooie film, dan zie je een python die kan een hele leeuw opeten. Hij wurgt hem eerst goed, of een krokodil, en als die dood is, dan eet die python hem op. En zo is de mens ook gewurgd door drie pythons. Zo wordt hij gewurgd door drie pythons. En de eerste python is de wereld. We zien het hier in vers 2. Waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. En de leefwijze van deze wereld betekent natuurlijk niet de schepping. Maar de leefwijze van deze wereld, daarmee wordt bedoeld alle mensen die zich van nature gezamenlijk verzetten tegen God. Dat houdt verschillende niet-christelijke religies in. De islam, die kun je plaatsen onder de wereld. Het hindoeïsme kun je plaatsen onder de wereld. Eigenlijk alle religies kun je plaatsen onder de wereld, want er is maar één religie waarbij je niet beloond wordt voor wat je doet, maar dat je beloond wordt voor iets wat iemand anders voor jou heeft gedaan. Daar zijn geen religies voor, alleen het christendom is daarin uniek. Maar onder de wereld vallen ook ideologieën, filosofieën, hè? Dat we het in het universum moeten vinden, dat het evolutie is die ons uiteindelijk zo heeft gemaakt zoals we zijn, is een ideologie, maar dat is van de wereld, is werelds. Filosofie, humanisme, emancipatie, gender movement, pro-choice. Pro-choice, hè? Weet je, de gedachte dat een kind in de baarmoeder, die kan gedood worden, terwijl elk recht, het eerste recht van een mens is dat een mens moet leven, ongeacht waar het zich bevindt. Het zijn wereldse ideologieën. Maar dan heb je ook nog alledaagse wereldse dingen waar de mensen in vastgehouden worden. Hè? En een van ze is groepsdruk. We zien het ook zelfs in de kerk. Als één gaat staan, gaan we allemaal staan. Ja, we kunnen niet allemaal blijven zitten, toch? Het is groepsdruk. Het is groepsdruk. Maar ook mode. Hè? We moeten met de laatste mode mee. Ja, toch? Die kinderen die willen niet een schoen meer van de Bristol. Nee, ze moeten ook meedoen. Groepsdruk van mode. Media. Hè? Waar we heel vaak zaken naar ons toe krijgen. Waarin we die eigenlijk helemaal niet kloppen, maar we nemen ze aan. Ja. Politieke ideologieën. We nemen ze aan. Maar het is werelds. Het is een manier om zaken te regeren buiten God. Media. Sport. Werk. Wereld. Als we niet uitkijken. Als we dit niet in balans hebben. Joh.
Dan ga je voor gaas. Dat is de eerste python. Maar de tweede python is de controle van de duivel. Hè? Dat lezen we ook. Hier staat geschreven, de aanvoerder van de macht in de lucht. En met de macht in de lucht wordt bedoeld een plaats waar demonen of slechte geesten en wargeesten actief zijn in de wereld. Nou, en hier in Nederland, ja, snappen we dat niet zo goed. Hè? Demonen, bestaan die wel? Maar als we in andere landen gaan kijken, Afrika, Zuid-Amerika, waar ik vandaan kom, daar mag je soms niet in een bepaald gebied gaan, omdat we weten, dan word je gewoon gewaarschuwd, niet daar gaan, want die geesten die daar regeren, die hebben wij niet onder controle. Dat bedoelt Paulus hier. Omdat Paulus hier spreekt tegen de Efeziërs, die volledig demonische religies hadden. Dat lees je ook in Handelingen 19. Daar zie je alleen maar zaken over boze geesten. Die zonen van Skefes die uit het huis werden gehaald. Paulus die zijn zweedoek gaf en boze geesten dreef hij uit. Mensen die tot geloof kwamen en voor 50.000 zilverstukken boeken op de brandstapel gooiden. Wat tegenwoordig heb ik me laten vertellen, meer dan 5 miljoen euro zou zijn. Mijn vraag is natuurlijk, wat moet jij op de brandstapel gooien? Waarmee heb jij nog niet afgerekend? Want het is wel belangrijk. Want als we werkelijk tot Christus gaan, als we werkelijk in hem geloven, dan betekent dat we al ons oude leven moeten afleggen voor hem. En dat is de tweede python. En de tweede python die wordt geregeerd door de duivel. En zoals we weten in Johannes 10 vers 10, is de duivel iemand die alleen maar wil stelen, slachten en verloren laten gaan. Nou, als jij in de greep van de duivel bent en zelf niet los kan komen, dan weet je zelf wel wat er met je gaat gebeuren. De duivel controleert tot op de dag van vandaag mensen die Jezus niet kennen. Kijk maar naar het woordje nu. De duivel is nu, vandaag, de dag werkzaam met zijn geest in alle ongelovigen. Zolang iemand geen christen is, zolang zo iemand niet uit de stamboom van Adam wordt gewist en in de stamboom van Jezus wordt geplaatst, is een mens onder de machtige controle van de duivel. Thomas Boston was het volgens mij, de Puritein, die heeft gezegd, al zou de duivel de boeien van ons, de ketenen van ons losmaken, dan zouden we aan de duivel vragen om ze weer om te doen. Zo erg zit jij, als jij geen christen bent, in de macht van de zonde. En zo erg zat jij, als jij een christen bent, in de macht van de Satan. En dan heb je nog één python. Dan kunnen we naar het tweede punt. De laatste python is het vlees. Die ongelovigen gebonden houdt en waarvan ze bevrijding nodig hebben. En Paulus wordt hier opeens nog persoonlijker. Hij heeft het steeds over jullie gehad, maar nu begint hij over ons. Hij gaat van de derde persoon naar de tweede persoon. En het vlees is een innerlijk verlangen om slecht te doen. Een innerlijk verlangen om je maar bezig te houden met allerlei soorten zonden. Voor de een was dat roddel, voor de ander afgoderij, de ander stelen of liegen, noem het maar op. Vlees is begeerig en verlangt alleen maar te doen wat God niet wil. Maar alleen maar wat het zelf wil. Het vlees heeft een eigen agenda. Het vlees zegt, me, myself en I. Vlees kunnen we zien als een kracht binnen in elk mens, dat een mens vanaf zijn of haar geboorte steeds naar de zonde leidt. Er zijn dus drie pythons die een mens in haar greep houden en waar je vanuit eigen kracht niet uit kan en wil komen. En dat lees je ook in de Bijbel. Genesis 8 vers 21. De gedachtespinsels van het hart zijn alleen maar slecht vanaf zijn jeugd af. Kinderen, je gedachtespinsels zijn slecht
vanaf je jeugd af. Je moet ook tot geloof komen. Je moet ook geloven in Jezus Christus. Want als je dat niet doet, dan ga je eraan. Het is niet alleen maar voor volwassenen. Vanaf hun jeugd af. Wat we ook lezen is, een vleeselijk mens neemt de dingen van God niet aan. 1 Korinthe 2 vers 14. Hij kan het ook niet, zegt een andere tekst. Zijn hart is ziek, Jeremia 17 vers 9. Het vlees kan niet goed doen. Romeinen 3 vers 12. Het vlees kan God niet behagen, Romeinen 8 vers 9. En is dood in de zonde, onze tekst. Nee. Geestelijk dood is echt geestelijk dood. Paulus geeft aan dat we machteloos waren om nog ooit iets goeds voor te brengen. Iets wat God behaagt. Of iets waar God plezier aan beleeft. Als jij deze Christus niet hebt, is het enige wat je kan doen, is God niet plezieren. Het resultaat van onze zonde in Adam is dat we ook Gods wraak verdienen. Dat zegt deze tekst. In onze vers gaat het om de wraak waarbij God elk mens persoonlijk verantwoordelijk houdt voor wat hij of zij in dit leven heeft gedaan. En ik hoor iemand zeggen, maar broeder Jurgen, ik heb al zo vaak over de hel gehoord. Waarom nu weer over de hel? Nou, ten eerste, omdat de tekst het zegt. En ten tweede, Jezus sprak meer over de hel dan over de hemel. In 13% van zijn zinnen spreekt hij over het oordeel. En gemeente, zeg eens eerlijk. Als jij een geliefde achteruit ziet lopen terwijl er een ravijn achter zit, wat doe je dan? Dan zeg je stop. Stop. Draai je om. En dan draait die geliefde zich om. En wat zie je dan? Wat zie je dan als je naar de wraak van God kijkt? Wat zie je als je de hel in kijkt? Nou, we zien daar mensen die te trots waren om de waarschuwingen van Jezus niet serieus te nemen. Ze dachten dat ze wel goed genoeg waren. Ze gingen wel naar de kerk. Maar ze hebben zich nooit volledig van alles bekeerd. Het is alles of niets. We zien daar mensen die de pijn van verbranding voelen, maar niet verteerd worden. Mensen die boos zijn en tanden knassen. We zien een ravijn van zwavel en vuur en wormen die aan je knagen zonder dat het lichaam aangetast wordt. Het zijn vergelijkingen die gebruikt worden om te zeggen dat je daar niet moet komen. En de vergelijking is nooit zo erg dan de werkelijkheid. Het is niet te beschrijven. Het is waarschijnlijk een plaats waar de gevallen ziel van een mens oneindig verblijft, alleen maar zondige verlangens heeft en nooit meer plezier kan hebben omdat God het niet meer geeft. Op het moment dat een mens in de hel is, dan is de genadetijd voorbij. De mens is niet veranderd. Hij is niet wedergeboren, dus hij blijft in diezelfde staat waar hij alleen maar wil, maar hij kan het niet meer krijgen. God geeft het niet meer. No mercy, no grace. De hel is een eindeloze kwelling van de ziel zonder uitzicht naar iets beters. Door de zonde van Adam zijn we bestemd om de wraak van God te ervaren in de hel. En je kunt hier zitten en denken, ja, maar waarom moet God nou mensen straffen? God is toch liefde, hè? God is liefde, dat klopt. Als God zijn wraak uitoefent op de mens die zich volledig tegen God keert, is dat een uitdrukking van zijn karakter. Als God rechtvaardig is, is hij rechtvaardig en straft hij de zondaar. God is heilig en zuiver en kan daarom geen kwaad in zijn omgeving dulden, hebben we net ook gehoord. Het feit dat God ons niet nu direct zijn wraak uitoefent, is blijk van zijn geduld,
zijn barmhartigheid en zijn liefde. En dat zien we in onze tweede gedachte. Het nieuwe leven, vers 4 en 7. Als je dood bent en terwijl de python je gewurgd heeft en klaar is om je op te eten en je wordt levend gemaakt, dan kun je alleen maar met man en macht proberen te roepen, help! En dan ga je geen hulp roepen bij je man die zelf in een python zit. Dat ga je niet doen. Je moet hulp roepen bij iemand die bevrijd is van die python, nooit in die python heeft gezeten, maar meer nog, hij moet ook de autoriteit hebben om die python tegen die python te strijden. En dat is Christus. Want ondanks dat we vastzaten aan de slavenkettingen van de wereld, de duivel en het vlees en het afstevende op het eeuwig oordeel, is er hoop, zegt onze tekst. Het woordje maar God spreekt boekdelen. Zoals ook alleen het lam de boekrol in Openbaring kon openen, zo kan ook alleen God redden. Maar God, we lezen in onze tekst dat God niet alleen rechtvaardig is om de zondaar te straffen, maar God is ook barmhartig. En dat kunnen we ook lezen in Jacobus 2 vers 13. De barmhartigheid triomfeert over het oordeel. We zien de barmhartigheid van God al in Exodus 34 vers 6 en 7. En dan zien we de karaktereigenschappen van God. Als Mozes in die rots moet en God voorbij gaat, dan noemt God zijn karaktereigenschappen. En één van ze is barmhartig. God heeft zijn barmhartigheid door de eeuwen heen laten zien, door de Israëlieten telkens weer van hun vijanden te verlossen, terwijl ze ongehoorzaam en slecht waren. En het woordje barmhartigheid in het Grieks is het woordje eleos. En eleos wordt vanuit het Hebreeuws verstaan als Gods verbondsliefde, die er telkens weer voor zorgt om zijn volk uit de ellende te redden. Dat is barmhartigheid. Er zijn voor iemand als hij of zij in een hopeloze situatie zit. En zo is de komst van Jezus naar de aarde de meest barmhartige daad van God om ons uit de macht van de wereld, de duivel en de Satan te redden. Christus heeft vaak genoeg op de aarde zijn barmhartigheid laten zien. We zien het bij de 10 melaatsen. 9 gingen weg, 1 kwam er terug, maar hij heeft het toch gedaan, terwijl hij wist wat er zou gebeuren. We zien het bij die man hè, op de weg. Zoon van David, heb medelijden met mij. En hij werd genezen. We zien het bij die vader, waar zijn zoon steeds in het water viel. En dat hij hem geneest. God liet zijn barmhartigheid zien. Maar de grootste barmhartigheid die God ooit in zijn bestaan heeft gedaan, is op het moment dat hij Christus naar beneden heeft gezonden om mensen die het niet waard zijn, om mensen die helemaal niets van God willen hebben, om die toch te redden. Barmhartig. Er is niets in een mens om gered te worden. Het is alleen Gods barmhartigheid die dat doet. Het is eenzijdig. Wij hebben niets in onszelf. We zijn vast aan de wereld, vast aan de Satan, vast aan ons eigen vlees. We hebben niets met God te maken. En ondanks dat heeft God zijn barmhartigheid getoond door zijn zoon te sturen. Paulus geeft aan dat Gods barmhartigheid rijk is en dat zijn liefde groot is voor degene die ervan bewust is dat de zonden tegen God zich met de dag opstapelen en dat er geen mogelijkheid is om te ontsnappen van de wereld, de duivel en het vlees. En voor deze mensen is de barmhartigheid van God het grootste en het beste nieuws dat er bestaat. En Paulus gaat door. God heeft ons levend gemaakt op de manier zoals hij Christus levend heeft gemaakt.
Daarom was het zo belangrijk dat we eerst het eerste hoofdstuk lazen. Want gelijk Christus is levend gemaakt. En gelijk Christus die op de naast God de Vader zit. Zo is dat ook voor ons. Kijk maar naar de tekst. God heeft ons met Christus opgewekt. Door Christus is onze status van dood veranderd naar de status naar levend. En het is niet zo dat hij ons alleen levend heeft gemaakt, maar de clue zit hem in het woordje met. Lees maar, hij heeft ons levend gemaakt met hem. Hij heeft ons opgewekt met hem. Hij heeft ons in de hemelse gewesten gezet met hem of in hem. Als we uit de dood opgewekt zouden worden en dat niet met Christus zouden hebben gedaan, dan zouden we weer teruggeplaatst worden in die oude Adam. Maar we zijn opgewekt met hem. Je bent dan uitgewist uit de stamboom van de eerste Adam en geplaatst in de eeuwige stamboom van de laatste Adam, Jezus zelf. Het opgewekt zijn met Christus staat voor een totaal nieuw leven. Je kan niet meer, dat oude, dat kan niet meer. Je staat voor een nieuw leven. Zoals Christus is opgewekt om de rijkdom van zijn kracht te laten zien, mogen wij nu ook een nieuw leven leiden om God te danken om wie hij is. Als we dit weer tot ons nemen, als we vandaag weer gaan nadenken wie God is en wat een geweldige rijkdom hij de kerk heeft gegeven, dan zal ons gebed vermeerderen. Dan zal onze aanbidding bevorderen. En dan zullen we heilige leven. En let op de woorden, bent u zalig geworden in vers 5. Dat is voltooid deelwoord. Dat betekent, je bent gered en je zult altijd gered blijven. We worden vanuit de tekst gered van de wereld, de duivel en het vlees. We konden met geen mogelijkheid deze vijanden de baas zijn. Maar alleen door Gods grote barmhartigheid kunnen wij deze redding ervaren. Door ons vertrouwen te stellen op Jezus, onze redder. Onze tekst zegt niet alleen dat we uit de doden zijn opgewekt, maar ook dat we met hem in de hemelse gewesten gezeten zijn in Christus Jezus. Precies hetzelfde wat bij Christus is gebeurd, precies hetzelfde is voor zijn kerk. Wat hij aan zijn zoon geeft, geeft hij ook met al zijn rijkdom aan zijn, al zijn kinderen. Je zit samen met hem op de troon. Ja, hoe kan dat nou? Nou, dat is positioneel. Omdat Christus het hoofd is en wij het lichaam zijn, is overal waar Christus is, daar zijn wij ook. En dat was echt een zegen voor de Efeziërs, want die Efeziërs kwamen uit die demonische macht. En als zij ook samen met Christus gezeten zijn op de troon, dan zijn alle overheden en machten aan hun onderworpen. En dat betekent dat demonische machten, als we in Christus zijn, geen mogelijkheid hebben om ons te domineren. Wat betekent dat? Nou, ten eerste betekent dat als je een christen bent, dat je geen demon kan hebben. Kan niet. Want je bent gezeten met Christus op de troon. Dus die demonen zijn onderworpen aan ons. En zolang die demonen onderworpen zijn aan jou, kunnen ze toch niks doen. Het was een boodschap voor de Efeziërs. Maar het is ook een boodschap van ons. Omdat hier in dit West-Europa zijn er ook demonen. Alleen ze zijn zo sneaky dat we ze niet eens doorhebben. Nou, mijn lieve vrienden. Het is ook middag. Ik mag het niet te lang maken. Ja. Laten we naar het derde punt gaan. Dan heb ik nog één afsluiten. Misschien 4 toepassingen, hele korte. En dan gaan we stoppen. Maar ik denk dat dit wel heel belangrijk is. Gods genade, de basis van redding. Vers 8 tot 10. We hebben samen nagedacht wat het betekent om dood te zijn. Ook hebben we nagedacht over hoe barmhartig God is om ons uit de dood op te wekken en ons te redden van de wereld. Te redden van de duivel en te redden van het vlees. En bovenal te redden van de wraak van God op zondaren. Met als doel om zijn genade te tonen. En nu herhaalt Paulus dat Gods genade de basis is voor redding. Hij begint met het herhalen van vers 5.
En als iemand een bepaalde zin herhaalt, dan moeten we dubbel zo goed opletten. Ook kinderen, jongeren, weet je, als de hoogleraar iets zegt en hij herhaalt het, dubbel zo goed opletten. Meestal krijg je het op je tentamen. Heel simpel. Maar hier herhaalt Paulus het ook 2 keer. Maar hij voegt daar nog iets aan toe. Je bent niet alleen gered door genade van God, maar ook door het geloof. Maar wat is dat geloof dan, dat samengaat met redding? En dit is eigenlijk een vraag die al 2000 jaar in de hoofden van mensen afspeelt. Heb ik nu geloof uit mezelf? Kan ik tot God gaan? Of moet God mij dat geloof geven? Eigenlijk is de vraag, waar begint de eigen verantwoordelijkheid van de mens? En waar is het God die het ons geeft? En hoe moeilijk het ook is, de waarheid ligt ergens in het midden. Het is iets goddelijks waar wij als mensen gewoon niet helemaal aan kunnen tippen. En dat is maar goed ook, want als wij alles konden begrijpen hoe God werkt, ja, dan zou God geen God zijn. De tekst zegt ons dat we dood zijn en onmogelijk geloof vanuit onszelf hebben. Maar als we levend gemaakt worden, hebben we geloof om Christus aan te nemen. En daar moeten we het ook bij laten. Wat we van geloof kunnen zeggen is dat geloof een hartsbesluit is. En in het hart worden beslissingen gemaakt. Je hoort wat het evangelie is. Je weet dat je van jezelf onmogelijk uit de slangenkuil gered kan worden. Je hebt een redder nodig. En als je gelooft dat die redder aan het kruis voor jou is gegaan, dan mag je hem aannemen. En vanaf dat moment alleen voor Christus wilt gaan leven ten koste van alles. Je kiest ervoor de rest van je leven te vertrouwen op Christus. Ongeacht wat er gebeurt, mijn lieve vrienden. En dit is echt belangrijk. Vasthouden tot het einde. Zij die volharden tot het einde. We moeten volharden. We kunnen geen slapjanetje spelen, want het gevaar ligt altijd op de loer. Geloof is dus een accepterend antwoord op het evangelie. Geloof is een erkenning wie Jezus is. Het erkennen van je zondige status. Een erkenning van Jezus' werk aan het kruis van Golgotha. Dat is wanneer je een christen wordt. Dat betekent dat je niet in jezelf moet gaan wroeten. Er zijn sommige mensen, ze wroeten heel hun leven in hunzelf. Heb ik het nou wel? Of heb ik het nou niet? Want je gaat, als je gaat wroeten, niet vinden wat je zoekt. Zolang je niet accepteert dat geloof de enige basis is om de Heilige Geest te ontvangen die jouw vruchten kan laten zien. Het gevaar is dat als Paulus schrijft, dit is niet van jezelf, dat het over het geloof gaat die door God wordt gegeven. Maar dat is niet zo. Paulus schrijft dat de redding van God is en dat komt door genade. Dat is echt belangrijk, mijn lieve vrienden. Hoewel veel Calvinisten zeggen dat het verwijst naar geloof dat je niet uit jezelf hebt, is het Johannes Calvin zelf die zegt dat dat niet zo is. Ik quote Johannes Calvin. Paulus bedoelt niet dat geloof een gave van God is, maar dat genade gegeven is door God. Einde quote. De barmhartigheid van God is veel groter dan wij kunnen denken. En de barmhartigheid van God is dat iedereen zalig kan worden die gelooft dat Christus Heer en Koning is. Dat we onmogelijk zelf uit de tang van de boeien kunnen komen. En dat Christus aan het kruis voor ons met de wraak van God heeft afgerekend. De wraak van God dus uit de eeuwigheid in de tijd gekomen, in Christus gelegd. En Christus is met die eeuwige wraak gestorven in de tijd, zodat die eeuwige wraak teniet gedaan kon worden. Op het moment dat je dat weet, dan betekent het dat er niemand nog geen aantijging meer tegen jou kan maken, omdat die volledige wraak van God verdwenen is, mijn lieve vrienden. En het bewijs dat je werkelijk van die wraak verlost bent, is omdat jij uit de boeien bent, uit de python van die
vlees, uit de python van de Satan, uit de python van de wereld. Je stapt ineens uit de wereld en je ziet, woe, zat ik daarin? Dat is het bewijs. Maar de wraak van God is verdwenen, mijn lieve vrienden. En het bewijs is dat Christus met jou uit de dood is opgewekt. Nou, ik hoor iemand zeggen, ja, mag ik Christus dan zomaar aannemen? Kun je je voorstellen dat Christus vandaag voor je staat en zegt, kom met mij mee, neem je kruis op en volg mij. En dat je dan zegt, nou Heer, ik weet niet of het voor mij is. Ik kan u toch niet zomaar aannemen. Maar Christus roept vandaag via opnieuw zijn dienstknechten in de naam van Jezus op. Kom tot hem die jou heeft opgewekt uit de dood. Kom tot hem, er is plaats genoeg. Kom tot hem die zit op de troon. Kom tot hem. Als je al zo lang loopt te ijsberen voor die enge poort. Als je weet dat je ogen open zijn gegaan en je op een brandend schip begeeft, dan moet je springen. Dan moet je alles achterlaten en tot hem komen. Kom tot hem waarbij de poort wel eng is, maar het pad dat ten leven leidt een geplaveid pad is. Kom tot hem als je niet meer kan en door de traditie in de python van de wereld zit. Het is ook voor jou. Het is ook voor jou. De enige manier om God de eer te geven is om te begrijpen dat hij het is die ons gered heeft. Hij kiest ons uit. Hij roept ons op door ons leven te maken. Hij verlost ons. Hij verzegelt ons met de Heilige Geest. Nou broeders, ik ga afsluiten. Ik ga een stukje overslaan. Maar iemand die gered is, die laat het karakter van de glorie van God zien. Op het moment dat we gered zijn, dan plant God als het ware zaadjes in je hart, waarbij jij de mogelijkheid krijgt om te doen wat God wil. Misschien niet helemaal perfect, maar je krijgt het verlangen om te doen wat God wil. Jeremia 31, Ezekiel 36. Je krijgt het verlangen om te doen wat God wil. Die zaadjes geven jou een motor om te gaan. Je wordt gestimuleerd, net zoals kinderen stimuleren of ouders stimuleren om hun kinderen hun best te laten doen op school. Ze doen het niet zelf, de kinderen doen het. Maar de Heilige Geest stimuleert het zodanig dat jij het gaat doen. Hij is het die het willen en het werken in u doet. Zowel het willen en het werken in u doet. De eerste vers van ons, daar staat, we wandelden als doden. Maar de laatste vers van onze tekst, daar staat, we wandelen in hem, hè, in goede werken. Nou, hoe gaan we naar huis? Nou, ten eerste, als je ogen open zijn gegaan, dan mag je komen. En ten tweede, ondanks dat we hebben gezien dat God niet anders dan boos kan zijn op zondaren, is hij toch barmhartig voor ons. En drie, God verwacht van jou dat als je dit gelooft en op de Heer Jezus vertrouwt, dan verwacht hij barmhartigheid. Barmhartigheid naar je man toe. Barmhartigheid naar je vrouw toe. Zoals we dat net hebben gehoord, zuster, geweldig. Hé, als jij meer vergeven bent dan datgene wat je vrouw heeft gedaan, waarom ben je dan zo hard voor haar? Maar dat geldt ook voor kinderen naar hun ouders. Dat geldt naar in een werkrelatie. Waar dan ook, familieleden. Hey, zorg dat je die barmhartigheid die God heeft getoond, omdat wij niets waren, maar toch is hij gekomen om aan dat kruis te sterven. Zorg dat wij die barmhartigheid tonen aan anderen. Zodat we in de wegen kunnen wandelen die God voor ons heeft voorbestemd voor de grondlegging van de wereld. Nou, broeders en zusters, aan hem alle eer, tot in alle eeuwigheid. Amen.